Nog twee thuiswedstrijden, waarvan deze tegen Odin en nog één uitwedstrijd Willem Leushuis. En dan zit jouw opdracht erop. De eerste opdracht is natuurlijk al hartstikke geslaagd, maar we gaan verder, Willem. Hoe bedoel je dat? Die eerste opdracht niet te degraderen. Nee, je zegt ook dat we na drie wedstrijden klaar zijn. Maar ja, als we onze taak goed doen en we halen 9 punten, komen we 3 wedstrijden, komt er misschien wel een leuk toetje voor DVS. Daarom zei ik ook, maar we gaan verder. Laten we het hopen. Ja, laten we het zeker hopen. Een beetje een vreemde week qua training, denk ik. Hè? Ook in verband met Koningsdag. Ja, ik denk dat alle ploegen daar last van gehad hebben. En we hebben de training van donderdag naar vrijdag verschoven. Is goed bevallen. Ja, goed bevallen. Maar ik neem aan dat er dan niet heel super fanatiek getraind wordt. Zo'n avond voor de grote wedstrijd. Ja, in de professionele wereld wordt vaak de dag voor de wedstrijd getraind. Zelfs nog wel eens een keer in de ochtend voor de wedstrijd. Dus op zich is niks vreemds. Alleen de jongens zijn niet gewend. Maar ja, ik denk dat het was een goede training. En ik kijk hoe fit ze zijn na die training van gisteravond. Ik heb de wedstrijd tegen Rijnvogels gezien, tegen VVOG en tegen ONS Sneek. En toen viel me op dat het begin bij DVS 33 altijd een beetje... Ja, ik weet niet wat het dan is met die ploeg. Het moet echt op gang komen. Ja, maar dat zijn gewoon ook tactische instructies. Wij hebben allemaal de opdracht in het veld om de tegenstander te analyseren. Spelen ze 4-4-2 met een kommetje of in een vlak middenveld of spelen ze 4-3-3? En daarop anticiperen we. Dus ik heb dus de jongens, de belangrijke jongens in het veld, maar iedereen die kijkt hoe de tegenstander speelt. Wie bij hun de vrije man wordt en wie bij ons de vrije man wordt. En ja, dat duurt even dus voordat we echt tactisch aan de wedstrijd beginnen. Joram Pot nog steeds niet fit? Nee, die heeft een hele vervelende blessure onder zijn voet. Een soort ontsteking. En dat heeft wel tijd nodig. Ik denk nog een minimale week. Ongeveer dezelfde opstelling als verleden week? Nou, dat is het voordeel. Dat we hebben een vrij kleine groep. Heel hechte groep. Daarom zijn er heel veel automatismen in het veld. Die we zelfs, waar we niet aan gewerkt hebben. Maar die ontstaan omdat we toch steeds wel met dezelfde ploeg kunnen spelen. Dus het gaat steeds met de 12, 13 man waarmee we het doen. Ja, gelukkig weinig blessures en heel weinig schorsingen tot er wel 3-4 jongens op scherp staan. Maar ik denk dat een van onze krachten ook is dat we gewoon heel weinig wisselingen in het team hebben. En het plan is duidelijk. Weinig wisselingen in het team en de fitheid. Odin goed geanalyseerd, neem ik aan, tuurlijk. Ja, we hebben in Freek Wittebrood een hele goede analist. Die uitermate serieus die wedstrijden van de tegenstander altijd analyseert. En dat spreken we goed door. Ja, we weten wat we kunnen verwachten van Odin. Maar ja, een kat in nauw doet rare sprongen. Ze missen natuurlijk een topscorer. En daar zijn ze natuurlijk ook nog steeds mee zoekende. En als je zag dat een ploeg die promoveert of kampioen wordt, dat die de eerste periode heel goed gedaan heeft. Die zit in een soort van flow. Ja, en uiteindelijk dan die euforie die verdwijnt en dan komen ze in de problemen. En ja, wat ik zeg, een kat in nauw doet rare sprongen. Dus voor ons wel degelijk een ploeg waar we rekening mee moeten houden. Want wij kunnen van iedereen winnen, maar we kunnen ook van iedereen verliezen in deze klasse. Precies, heerlijk hè, die korte vragen en dan hele lange antwoorden. Prima. Nou, ik heb het nu omgedraaid. Jij gaf eerst al hele lange vragen, waar ik echt bijna van aan het gapen was. En want die duurde zo lang. En dan had ik korte antwoorden, maar ik denk, weet je wat, ik neem zelf de regie in handen. En ik ga eens gewoon wat langere antwoorden geven op die korte vragen van jou. Ik leer snel van je, Willem. Bedankt. Veel succes deze wedstrijd. Was maar een grapje natuurlijk, hè. Dankjewel. Ron Scheffer trapt hier af. De wedstrijd DVS 33 tegen HSV Odin 59. Terwijl Odin daar meteen vandoor gaat. Lars Boekel met de voorzet. Achterin daar en dan staat het meteen 1-0. Ongelooflijk snelle goal van Odin hier. Dat gaat wel heel snel. Komt DVS na de eerste aanval van Odin meteen naar de voorzet van de nummer 12 Lars Boekel. Ik heb niet gezien wie er gescoord heeft. Zo snel ging het allemaal. Maar zo staat DVS na één aanval al op een 0-1 achterstand hier. Helemaal met de corner. Op het hoofd van Frank Heus. Maurice de Ruiter achter die bal aan. Maurice de Ruiter. Goeie bal op Benjamin Roemejon. Benjamin Roemejon gaat zijn man voorbij. Gaat 1-op-1 komen met de keeper. Nee, kap zijn mannetje nog uit. Oh, wat een goede redding daar. Kai Velda kan afdrukken. Kai Velda. Ja, mooie goal. De actie vooraf is van Benjamin Roemejon. Die twee keer zijn man passeert. Daarna de voetentreff van keeper Barry van Dijk. Maar vanaf ongeveer de 16 kan Kai Velda afdrukken. En zo komt DVS op een verdiende 1-1 gelijkspel hier
na een kwartier voetballen. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter, Frank Heus. Frank Heus, mooi schot. Verdwijnt maar net over de goal van Barry van Dijk. Goeie actie van Frank Heus. Koen Vloedgraven. Joran Verzanten. Maurice de Ruiter. Draait kort. Maurice de Ruiter wil die combinatie aangaan met Kai Velde. Bal is heel mooi. Ze gaat schieten. Mooi schot. Mooie actie vooraf samen met Kai Velda. Bal verdwijnt een metertje over de goal van de keeper van Odin. Mo Alley daar. Schuift even mee in. Geeft een mooie bal op Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter in de handen van de keeper Barry van Dijk. Dat Odin weer in de aanval kan. Hulleman. Hulleman met de voorzet op het hoofd van Mo Alley daar. Bal opgevangen door de nummer 14. Lars Boekel gaat schieten. Daar moet Daan Huiskamp alles uit de kast halen om deze bal over zijn doel heen te tikken. Goed schot daar van de nummer 14 van de nummer 12. Boekel. Lars Boekel. Benjamin Romion. Hairi Pinassi. Laat die man vallen en dan gaat hij nooit schieten. En daar is Frank Heus net niet snel bij die bal om hem in tweede instantie toch nog achter de keeper van Dijk te krijgen. Maurice de Ruiter. Alleen op avontuur. Frank Heus wordt daar wel in de ogen van de scheidsrechter goed verdedigd. Zodat Odin er weer vandoor kwam. Bal van Hulleman. Wat gebeurt daar? Gaat die bal op de paal en we kijken er allemaal naar. Hier komt DVS goed weg. Hier komt de bal, blijft ook binnen. Roald de Vries. Maurice de Ruiter. Kai Velda, Maurice de Ruiter. Mooie aanval. Komt Frank Heus net een voetje tekort om die bal af te werken naar deze uitstekende combinatie van DVS. Maar er komt net een voetlengte tekort. Kort genomen, snel genomen. Kai Velda. Komt die vrije trap. Die bal gaat omhoog. En dan valt die bal over de keeper en Mo Alhaj daar heen. In de voeten van Maurice de Ruiter. Meijer voor hem. Kom Vloedgraven combineert daar goed met Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Kai Velda kan gaan schieten. Hensbal. Nee, scheidsrechter wil daar niks van weten. Mo Alhaj daar. Nog steeds. Gaat hij voorzet geven. Dat is een goede bal. Op de vuisten van keeper Dijks. Benjamin Romillon. Frank Heus. Ach, die bal is net iets te hard. Kan hem niet onder controle krijgen. Zo komt hij daar. Achterin is die lange nummer 4. Wat een bal in de kluts. Heleboel kluts. En dan bal overgeschoten uiteindelijk door Hulleman. Want wat een scrimmage voor de goal. Een ouderwetse scrimmage voor de goal van Daan Huiskamp. Scheffers. Bal op die nummer 8. Gevaarlijk moment weer daar. Jurriën Dikker kan die bal inkoppen. Dat doet hij gelukkig net naast de goal van Daan Huiskamp. Gevaarlijk weer moment van Odin. Maurice de Ruiter niet bereikt. Maar dan krijgt die bal heel makkelijk terug van een speler van Odin. Heiko Epe. Benjamin Romillon balbezit. Maurice de Ruiter. Heiko Epe. Schot van Kai Velda. Kai Velda. Benjamin Romillon. Balverlies. Tom de Vries daar. Gaat Odin er weer gevaarlijk vanuit. Vandoor. Zijn met één keer met heel veel mensen tegen twee. Schot van Lars Boekel. Maurice de Ruiter. Man Hulleman niet voorbij. Lars van der Wijdrink gaat achter die bal aan. Meijer kopt hem bijna in zijn eigen goal. Kan keeper Barry van Dijk zijn eigen ploeg redden. Meijer met een goede kopbal. Wat dat betreft staat het ook weer gelijk. 43 minuten gespeeld. Bal
balbezit voor Denis Chabas. Slingert die bal naar Kai Velda. Kai Velda schiet in één keer op die goal. Wat een fantastisch schot, maar ook een goede redding van die keeper. Aanval loopt door. Tweede instantie die keeper weer. Kon Vloedgraven dan. Schiet. Ver naast de goal van Barry van Dijk. De analyse van deze wedstrijd tussen DVS 33 en Odin met beide trainers. De trainer van Odin, Richard Plug. En de trainer van DVS 33, Willem Leushuis. Richard, wat voor wedstrijd heb jij gezien? Een wedstrijd die natuurlijk heel snel opengebroken werd door ons. Hele mooie goal. Maar goed, daar zal Willem van zeggen, ja, dat mag niet gebeuren. Dat je bek zo staat te slapen. En dan... dan is het lullig dat je eigenlijk op 1-1 komt terwijl wij een corner hebben. Hè? En in het begin gezegd, wij missen Elke de Graaf. De bond vond het nodig om 7 wedstrijden te geven voor een overtreding van 2 wedstrijden. Daar ben ik wel dood en doodziek van. Maar dan kom je wat lengte tekort. En ik heb in de bespreking gezegd, jongens, neem de corners gewoon kort. Ze hebben toch een hoop lengte centraal achterin. Dus ik stuur mijn rechtsback naar voren om hem kort te nemen. En dan besluiten we die bal voor te gooien. En uit de corner van hun krijgen we die 1-1 om ons horen. Ja, daar baal je wel van. En ik denk dat de tweede helft misschien wij iets meer kans hadden om voor te komen. Aan de andere kant is het wel een seizoen dat in de eindfase, ik de laatste 5 minuten ook wel blij was dat het over was. Want we hebben al een paar keer gehad dat we dan de 2-1 om ons horen krijgen. En dat hadden we vandaag niet verdiend. Uiteindelijk kun je wel leven met deze 1-1 einduitslag. Ja, ik denk dat het wel een... ik had liever gewonnen, maar ik denk dat het wel redelijk terecht is. Ik kan er iets bij voorstellen. Willem, we hebben het er nog over gehad in de voorbeschouwing. Dat begin van DVS 33 en wat gebeurt er na 20 seconden? Ja, even onoplettendheid. Toen waren we wel wakker, maar ja, dat vertaalde zich toch niet in een ik vond onze ploeg totaal niet fit ogen. Ik vond hun fitter ogen. Dus ik weet niet of Koninginnedag en Koninginnennacht of Koningnacht of weet ik hoe het heet, of dat invloed had. Maar ik vond dat wij niet brachten wat we moesten brengen of niet konden brengen. En ik vond dat we met een punt zijn we heel blij, zeker gezien de uitslagen. Het kwam steeds zo over, alsof ze net zo lang wachten totdat de hele verdediging van Odin steeds weer opgesteld stond. En die deden dat gewoon heel goed, die verdedigde heel compact en daar was bijna niet doorheen te komen, Willem. Nou ja, het is wel zo dat hun keeper niet echt balvast was. Dus we hadden op de rebound best wel wat actiever kunnen zijn. Hadden we van tevoren ook nog voor gewaarschuwd dat er mogelijkheden lagen. Maar in deze wedstrijd zat het gewoon niet meer in. En ik heb één situatie gezien in de omschakeling dat ze met 5 man voor de goal stonden. En als dat goed uitgespeeld wordt, wordt het gewoon 1-2 en dan kunnen we het gewoon schudden. Dus uiteindelijk heb ik toch maar gecoacht naar mijn defensieve middenvelders om gewoon voor dat punt te gaan spelen. Ja. Uiteindelijk ben je redelijk tevreden met de 1-1 einduitslag. Je zei net ook een slechte wedstrijd en dan toch nog een punt. Ja, precies. En zo kun je periodekampioen worden, slecht spelen en toch een punt meenemen in de thuiswedstrijd. Ik heb ook het idee dat we uit makkelijker spelen als thuis. Precies. Volgende week weer deze omgeving, VVOG? VVOG, ja. We moeten punten pakken. En dat is lastig dit seizoen. Vorige week ook tegen Rijnsburg. Prima wedstrijd gespeeld. Eigenlijk meer kansen om zelf te winnen dan dat we zouden verliezen. Ik had vandaag ook niet de kut, zeg maar, om in de eindfase echt met veel meer risico te gaan spelen. En misschien moet je dat soms wel eens doen. Moet je daar scheid aan hebben, maar... vorige week werd dat ook afgestraft en daar had ik vandaag niet zo heel veel zin in. Alleen ja, de uitslagen, je verwacht natuurlijk niet dat Jong Almere 0-3 wint bij Quick Boys. En Rijnvogels? Rijnvogels, idem dito, en dat verwacht je ergens niet. Dus ja, dat doet dan wel pijn, want als je vooraf zegt DVS uit, een puntje. Ik heb in de eenwedstrijd al een keer gezegd over DVS dat ik jullie eigenlijk wel de best voetballende ploeg vond. En met de Ruiter natuurlijk een bovenmodale speler. Hè? Vergelijk maar met die van Harkema en die van Ewijk van Lisse. Dat zijn toch jongens waar ik als trainer, maar vooral als voetballiefhebber van kan genieten. En je zegt dan, zou de organisatie goed staan verdedigend. Maar je bent natuurlijk wel gewaarschuwd tegen dat soort spelers. En dat hebben die jongens van mij uitstekend gedaan, denk ik. Ja. In mijn ogen ook. De ene wedstrijd is de andere niet. Verleden week was het heel aardig, ook na een slecht begin. Volgende week tegen Lisse. Nou, dan moeten we gewoon op een andere manier uit gaan pakken, Willem. Hè? Nou ja, dat weet ik zeker dat we op een andere manier uit gaan pakken. Maar ik denk dat het scenario zomaar zo zou kunnen zijn dat wij IJsselmeer volgens kampioen gaan maken. En dat we dan in de laatste wedstrijd tegen Scheveningen de periode pakken. Dat zou een mooi scenario kunnen zijn. Je gaat je invloed weer wenden.
Nee, maar ik hoop dat ze dit kijken en dan dat ze het oppikken. Oké, goed. Allemaal heel veel succes de komende twee wedstrijden. Maak er een goed slot van, Richard. Ja, hè? Bedankt, bedankt hiervoor. Geen dank. Oké, Willem. Veel succes verder. Trainer, succes. Succes. Hoi.